Deze nieuwsuitzending gaat over het eeuwige leven. Ik heb gelukkig niet zoveel tijd, want het is tegen 6 uur. En dan ga ik zo dadelijk om 7 uur met Jurk Gliesman koffietafel praat houden. En dan ben ik altijd op tijd. Maar 5 minuten te laat. Krijg ik wel van hem alvast een Skype van, waar ben je nou, waar ben je nou? Denk ik, ja, ik kwam er net aan, ik zit nog te friemelen met mijn kabeltjes. Ik ben Adam Curry niet, met een hele studio. En trouwens, Adam Curry heeft ook niet een hele studio tegenwoordig hoor. Vroeger wel, hè, bij de, waar zat hij bij? Veronica zat hij. Erg leuk. Adam Curry is een geweldig gesprek. Hij heeft momenteel een radioshow op internet. En die heet No Agenda. Gouden opnames. Zo leuk. Zo mooi taalgebruik. En hij doet het dan tegenwoordig met een mobiele studio. Nou, zoiets heb ik ook. En dan loop ik te hannesen met die kabeltjes. Dan denk ik, oh fok, die fok. Is mijn Mac vastgelopen? Waar bleef je nou? Ja, okay, ik kom eraan. Vijf minuten, 10 minuten, hooguit. En trouwens, Jurk Liesman kan er ook wat van, dat ik precies om 1900 uur contact opneem en dat hij zegt, ik ben aan het e-mailen. En ik moet die mail afmaken, want dat heb ik beloofd. En dan is hij te laat. Nou, wacht ik 10 minuten. Wat maakt mij dat uit? Het gaat mij om de kwaliteit van het gesprek. Voor de rest maak ik me nergens zorgen over. Nou, zo weten jullie nu dat deze uitzending niet al te lang gaat duren. Dus als je in slaap wil vallen en je denkt, nou, dat gaat maar 1,5 uur kosten voordat ik slaap, en dan moet je zo dadelijk nog een opname opstarten. Ik zal zo zachtjes mogelijk praten, zodat je eigenlijk in slaap valt. En ik heb geen eindmuziekje waar je wakker van zal worden. Dus op het einde zeg ik erop, op zijn hamburg zeg ik tjus en dag lieverd. Dat is alles. Daar word je niet wakker van. In de Bijbel wordt gesproken over het eeuwige leven. En daar wil ik het dus over hebben met mensen die daar al eens over hebben nagedacht of deze uitzending voor de tweede keer beluisteren. En dat die snappen dat ik het niet over, dat ik het niet over niets heb. Dat is een dubbele ontkenning. Je moet met mij zo oppassen, met mijn woord. Punt 1 is dat wij niets kennen dat eeuwig leeft. Als je leven wil zien als een existentie, niets is eeuwig. Een poes wordt 13 of zo, 14, 15. Ik heb een poes gehad en die is toen geëuthaniseerd. Geheel tegen mijn wil, overigens. En dat kostte haar wel 500 euro. En dus had ze reden om te gaan huilen bij de mediator. Omdat ze mijn poes had laten doodspuiten. Ah, die is 20 geworden.
had zij hem niet laten doodspuiten, dan had hij 21, 22, 23 misschien. Maar 28, dat zat er echt niet in. Het beest was oud. Het was ook echt oud. Toen het beest klein was, had hij echt zo'n vet gebit. Joh, en toen viel er een hoektand uit. En ik dan... Ik had naar de dierenarts geluisterd en die zei, nou, hij heeft een probleem met eten. Zij was het, dat was een zij. Een poes, geen kater. Doe maar verse, vette vis. Dat werkte, joh. Ik ging toch elke vrijdag... ze zal nooit zeggen dat ze katholiek is, maar ze is het wel. Want op vrijdag eten we vis. Van die idiote mensen, die zijn erg gehecht aan... Het is vrijdag en we eten vis. Nou, dan moest ik toch naar de vishandel. En dan vroeg ik aan die man, van, heb je een stukje voor de poes? Dat kreeg ik mee. Een stukje vette vis, schelvis. Hij vroeg, wat voor vis? Ik zei, ja, maakt niet uit als het maar vet is. Een haring, dat ga je natuurlijk niet aan je poes geven. Een zoute haring, waarom? Hè? Het moet gewoon verse vis zijn. Schelvis. Dan zei hij, oh, een stukje schelvis. Dat is prima, joh. En dan sneed hij een stuk af van zo'n hele grote schelvis bij de staart, want het eet toch niemand. Gewoon een stukje schelvis. En ik dat stukje schelvis helemaal chop, 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 chop. Dus van boven naar beneden doorsnijden en dan van links naar rechts doorsnijden. Hele kleine friemeltjes. Wat ze met een hamburger, hoe ze een hamburger maken, gehakt molen en dan op de hand met vis. Dan moet je een scherp mes hebben. Oh, een schoteltje. Ja. Nou, dat vond de beest wel lekker. Hoor. Zijn huidproblemen werden minder. Hij kreeg minder parasieten en niet meer altijd iedere keer aan zijn oren zaten. Oh, het jeukt in mijn oren. En zijn oren zaten echt vol met parasieten. Verschrikkelijk. Ja, met die eens in de week vette schelvis. Maar ja, dat was zo weg. Zijn vacht bloeide op. Prima. Ja, toen kwam die scheiding omdat zij dat zo graag wilde. Ze zag daar een toekomst in. Ik geloof in mij, ik zie een toekomst voor mij, mij. Toen is zij gestopt om het beest elke vrijdag eens in de week vette vis te geven. Toen ging die stinken, toen dacht ze, oké, laat hem maar doodspaten. Had ze dat niet gedaan, hij had echt geen 108 geworden. Of zij, moet ik zeggen. Felle donder, hoor, die poes. Was een raskat, trouwens. Niet eens de eerste, de beste. Een poes wordt niet zo oud. Een papegaai, die kan 50 jaar worden. En hoe oud kan een olifant worden? Weet ik niet. Zijn wel, denk ik... En krokodillen... Sorry dat ik stotter. Die kunnen ook best oud worden, denk ik. Vermoeden. Ja, je kan op Wikipedia kan je zo gaan kijken. En mensen worden... Mijn vader is... 67 geworden... Mijn moeder leeft nog. Maar die wordt ook geen 113. Dat zie ik echt niet zitten. Ik zou niet weten hoe dat moet. Mijn tante Saar heb ik laatst... bij de uitvaart geweest. Een hele happy...
overtuigde Teletubby in een overtuigd la-la-land. Kortom, iemand die positief doet en er steekt nog wat achter ook. Hij werd 93. En dan is het zo'n beetje bye-bye. Ja, dan kan je nog ouder gaan denken, bomen. Dan ga je richting de honderden jaren. Dat kan je zien aan de jaarringen van de boom. Nou, een boom van 80.000 jaar oud, die bestaat niet. Dat is niet. Ja, want die hebben we omgezaagd. Ja, nee. Ook al zaag je een boom niet om, er komt een keer een herfststorm. En dan denkt zo'n boom, hoepie daisy. Ja. En die blijven die blaadjes nog eventjes doorgroeien. Er is geen wortel meer. Dus hij is ontworteld. En wat hem nooit meer is, zo'n omgevallen boom, die gaat niet nog een keer overeind staan. Daar komen paddenstoelen in. Dat is ook mooi. Maar die boom is weg. Dus bomen leven ook niet eeuwig. Nou, dan kan je het heel boeddhistisch zien, dat ik zeg van ja, kleding is eeuwig. Nee, dat is helemaal niet zo. Ook al ga je je kleding vacuumzuigen en draag je het nooit. En nooit van het zweet van jouw lichaam in je kleding laten komen. Want er zit een energie in het plastic vacuüm gezogen. En dan nog. Het gaat er een keer aan. Stenen ook. Er is geen steen die eeuwig is. Echt niet. En dan zit je op de grens van de existentie. We hebben allemaal gehoord van aardbevingen. Dat is geen samensweringstheorie of zo. Die bestaan echt. Dan krijg je lava. Alles gaat kapot. Alles vergaat. Dus, als in de Bijbel staat, wordt gesproken over het eeuwige leven. Dan zijn er twee mogelijkheden. De mensen die de Bijbel hebben geschreven, die hadden een gaatje in hun hoofd. Wat letterlijk betekent dat dat is gebeurd, dat mensen met opzet de frontale kwab daar in de buurt van de pijnappelklier hebben laten doorboren. Ja, dan word je gek. Dus die mensen van de Bijbel hadden een gaatje in hun hoofd. Dat is de ene. De andere is dat die eerste bewering niet waar is. Ze hadden geen gaatje in hun hoofd. Nou, dan mag jij dus kiezen. Je moet links of je moet rechts. Ja, wat is je keus? Sta je open voor een andere mening? Als dat laatste het geval is, of als het eerste het geval is, luister dan naar de advocaat van die andere kant. Namelijk ik op dit moment. En jij die naar mij luistert. Het eeuwige leven existeert niet. Dus je kan zeggen, het eeuwige leven bestaat niet. Dat is correct. Correct gebruik van het woord. Alles gaat eraan, alles vergaat. Dat weten we toch. Heb je ooit een droom gehad dat je wakker zou worden? En het is 500 jaar later. Dat is
Stel je voor. Ik weet niet waar je nu woont, hè. Misschien woon je wel daar in de buurt van Vleuten. Zo'n project wat er helemaal volgepropt wordt met van die slavenwoninkjes. Net groot genoeg om niet ongelukkig te kunnen zijn op de tv. Van ja, je hebt toch een achtertuin. Want dat je dan moet zeggen van ja, maar er staat een flatgebouw. En ik heb 2 uur zon per dag. Waar zijn mijn slavenrechten? Want die waren er vroeger wel, hè. In de nette tijd van de slavernij. Ja, tegenwoordig is er zo weinig geld voor de overheid. Ik hoop dat de BTW binnenkort omhoog gaat. Dan krijg ik misschien iets meer zonlicht per dag. Mooie tijden waren dat vroeger. Alles gaat eraan. Hè? Alles wat je maar ziet, gaat allemaal weg. Daarom heeft Boeddha ook gezegd, hecht je niet. Alles gaat eraan. Met dat overlijden, het heen gaan van die poes. Mijn dochter belde mij op en ze zat samen met de aanstichter bij de dierenarts in Oosterbeek. Dan vraag ik mij gelijk al af, waarom niet die dierenarts aan de Velperweg? Want die kent die poes. Waarom een wildvreemde dierenarts? Nou, maak het verhaaltje af en kleur de plaatjes in. Anyway, mijn dochter die had dus gebeld en zei, papa, onze poes, was haar poes namelijk, die heette Poekie. Onze poes wordt zo dadelijk getemineerd en ik vind het verschrikkelijk. Kan je komen? Toen heb ik gezegd, nee, komt niet. Dan kwam ze thuis en nadat die poes geëuthaniseerd was. Ik snap echt niet waarom dat euthanasie heet. Een spuitje gegeven. Ja, gadverdamme. Een spuitverslaving of zo? Misschien moet die aanstichter zichzelf een spuitje laten geven. Om even te kijken wat ze dat beest hebben aangedaan. Goed, mijn dochter komt dus binnen. En bij de tandenpoetsen zag ik waterige ogen. Ik zeg, wat krijgen we nou? Ja, want Poekie is dood. Nou, ik stop er met tandenpoetsen en tegen mijn kind gezegd, het gaat niet om de dood, maar om het leven. En als je boos bent op het feit dat jouw biologische moeder dat beest mishandeld heeft, ja, reageer dat af op je biologische moeder. En ga niet lopen janken in mijn badkamer bij het tandenpoetsen. A. U. B. En tegen haar gezegd, het enige wat jij je gaat herinneren van die poes is wat een geweldig leven het had. Ja, helaas totdat ik de deur uitging. Want toen kon ik dat beest niet meer beschermen. Die moeder van haar heeft met dat beest gesmeten. Letterlijk, als een basketbal, woppa. En zolang ik daar in huis was en mijn dochter er ook bij was, ja, dan gebeurde er in principe niks. Behalve incidenten. Die moeder dan weer is, ze heeft hem ook geschopt. Ze heeft hem echt van alles, man. En wat is dan het eeuwige leven? Is dat er altijd moeders zullen zijn die zo om zullen gaan met de huisdieren. Zichzelf laten gelden, omdat ze denken, ja, wat weegt zo'n poes? 1,5 kilo, dat is net zo zwaar als een basketbalbal. Dat is eeuwig. Nou, dat is niet zo. Dat kan niet.
Dat is een rommelig eeuwig leven. Ja, vandaag, de afgelopen tijd dus, wat Perry net vertelde, heeft dus die ene persoon heeft met een poes gegooid. En het gaat zo dadelijk weer gebeuren, maar is het dan heel iemand anders? Ja, dat noem ik rommelig. Dat is chaotisch. Het chaotische eeuwige leven, zo mag je dat noemen. Dat zal helaas nog wel een tijdje blijven. Het eeuwige leven is het besef dat jij geen eigen of vrije wil hebt. Dat je een voorbijganger bent. Je kijkt naar wat de mensen in jouw omgeving doen en je grijpt in als je intuïtief of rationeel of whatever, dat je denkt, wow, nu moet ik iets gaan doen. Dat is jouw keuze op dat moment. Voor de rest niet oordelen om jezelf te verheffen. Want in de mate waarmee jij oordeelt over een ander, in die mate word jij ook geoordeeld. Daar zit het eeuwige leven. Dat is het, dat wat eeuwig ervoor zal zorgen dat er mensen zijn die, net als ik, geprobeerd hebben om het goede te doen. En iedereen in mijn omgeving die doet adultery en fornication. Die mishandelen hun kinderen, die mishandelen hun huisdieren. Die zitten alleen maar te wachten op, ja, krijg ik een beetje aandacht? En trouwens, ik voel me niet zo lekker, ik ga morgen naar de dokter. Dan heb je het eeuwige leven niet. Het eeuwige leven is dat als je je lichaam ermee ophoudt, dat dat een gebeurtenis is. Een feit is dat. Mooi is het als er andere mensen bij zijn. Dat je dat duidelijk, ja, dat iedereen het weet. Dus ook je hebt een geboorteregister en een overlijdingsregister. Dat andere mensen zich bewust zijn van het heengaan van jouw lichaam. En niet dat ze na 150 jaar zeggen, oh, is Gerard er niet meer? Ik heb hem al 150 jaar lang niet gemist. Daar zit het eeuwige leven. In het contraire daarvan. In het tegenovergestelde. Het leven tot, je kan ook zeggen, in den beginne schiep God leven. Te verdelen in tijd, hemel en aarde. Hemel en aarde is dan leven en in het beginne is dan tijd. Dus God schiep leven. Dat wat hij geschapen heeft, dat blijft. Claudia belt even. Ja, nee, dag lief. Goedemiddag, na avond. Ja, hallo. Hey, heb je nog informatie? Ik was wel een beetje bezorgd, weet je, over de moeder van een vriend van jou. Oh, daar vraag ik niet naar. Hoe heet hij? Jörg Glisman. Met een G, hè? Met een G. Jörg. Ja, oké. Dat maakt niks uit, maar ik was wel bezorgd. Er liet me gisteren avond denken aan mijn moeder. Mm-hmm. Mijn moeder was ook met geamputeerde benen. Mm-hmm. Heel zware Ah, ja. Diabeticus.
Ja, nou ja, ik vraag daar niet naar. Tussen mij en Jurk is dat niet beleefd. Nee, maar oké. Ik dacht dat het weer misschien de informatie gaat. Ja. Nee, moet je ook niet doen. Hé, nou nog even. Ik moet even een uitzending afmaken. Maar als bericht. En ik moet zo dadelijk ook met Jurk gaan praten. Maar als bericht. Nina vindt het leuk om zondagmiddag ook te komen. Dat we in plaats. Dan gaan we naar België. In plaats daarvan. Gaan we naar jou. En Mekje stelde voor dat zij ook wat te eten mee. Luister, ja. Ik kan niet een latertje maken. Opeens heb ik een hele drukke periode weer. Mm-hmm. Want ik weet niet meer, zondag niet, maar ik zou liever zaterdag hebben dan. Ik wil je uitleggen waarom. Okidoki, maar dan moet ik alles omgooien. Want Lea, kan Lea... Nee, ja, luister. Ja? Aha. Maar een tijdje geleden, aha. Ik zou zeggen een maand geleden, zegt Maya, ja. Had ik weer twee lekkerstels gehad. Oké. Hey, lieve schat, zal ik je even terugbellen? Dat vertel ik jou straks, oké? Doe de afzending wel klaar. Ja, oké, doeg. Doei. Ja, om een of andere reden is dat vaak zo, dat Claudia even belt. Je eeuwige leven, dat is het besef dat jij hebt, dat jij een kind van God bent. En dat staat in de Bijbel. En dan ga je maar dood. Jouw lichaam gaat dood, meer niet. Daarom kon Christus ook zo makkelijk aan het kruis gaan hangen. Hij wist dat. Ik kan het evangelie van Thomas, daar staat het best mooi in. Dat is niet van de Bijbel, overigens. Dat spreekt er ook over. Als je dit begrijpt, dan heb je het eeuwige leven te pakken. En dan ben je als een lam omringd door wolven. Dus dat beseffen, als je dat besef tot je laat komen, ben jij een lam omringd door wolven. Dat is niet het allervrolijkste nieuws natuurlijk. Het is wel zoals het is. Want je was het al, voor zover je een lammetje was. Zo heel lief. Zo'n aaibaar diertje. Dat lievelingetje. Van God. En die boosheid om... Ik kan van die mensen, die doen dan hun kinderen kastijden. Het zijn ook vaak van die mensen die zeggen, ja, die protestanten, en die zeggen, je moet je kind tuchtigen. Daar ben ik het helemaal niet mee eens, want dan vind ik stomme lui. En het is wel zo dat ik vind dat mijn kind, die moet eco eten, en die mag niet naar de McDonald's. Dit mag ook niet, en dat mag ook niet, en ik heb het voor het zeggen. Dat heet kindermishandeling. En dan kan je tegen inbrengen dat je tegenwoordig hier in Nederland, daar weet ik het uit eerste ervaring, dan kom je daarmee weg. Want je wordt niet op je vingers getikt. Jij mag je kind mishandelen zoveel je maar wil. Er zal niemand zijn in de buurt of van de overheid die ingrijpt. Uitzonderingsgevallen dagen later. Maar waar denk je dat je mee bezig bent? Met het eeuwige leven? Ik geef je 10 seconden de tijd om erover na te denken. Volgens mij ben je je eigen ziel aan het vermoorden.
En dan niet zeuren dat we, ik heb heel veel pillen nodig. En dan zeggen ze nu weer dat die allernieuwste pillen, die vallen buiten mijn gezondheidspakket. Nou, goed voor jou. Hoef je die rotzooi niet te slikken. Ja, maar ik heb een hele ernstige vorm van kanker. En wil ik in leven blijven, dan moet ik toch echt wel... Dat moet je helemaal niet. Je moet eeuwig gaan leven. En dood ga je toch? Ja, maar ik ben 33 en ik heb er nog wel zin in. En de dokter zegt dat ik nog 5 à 10 jaar heb. En dan ben ik een hartstilstand patiënt. Nou, al heb je maar 5 dagen. Heb je nog 5 dagen om je te beklagen over je bestaan? Ik laat even een pauze vallen. Het is helemaal niet leuk hier op aarde. Het is 1 grote Auschwitz. Omringd met idioten en SS-officieren. Wie wil daar nou blijven? Ja, ik moet nog dingen doen. Ja, wat dan? Wat heb je nou te doen? Dan? Als jij in het eeuwige leven bent, wat heb je dan te doen? Een pensioen opbouwen? Dat is nergens voor nodig. Want als je eeuwig leeft, waar heb je een pensioen voor nodig? Spaargeld heb je ook niet nodig. Wat moet je ermee? Leuk hoor, spaargeld. Het grote probleem is, het is op een dag is het op. En dan? Oh, ik was altijd een hele goede klant van de ABN AMRO Bank. Oh, of de ING. Laat ik voor 2 maatschappijen hetzelfde zeggen, want anders maak ik reclame. Maar dat was een echt een hele goede bank. En dan was ik een hele goede klant. Dus... ik dacht van, ja, nou is mijn spaargeld op, maar ik ben zo'n goede klant geweest, dan krijg ik wel geld. Ja. Nou, meet Mr. Reality. Ontmoet meneer der werkelijkheid. Je hebt, ik weet niet hoe lang, een positief saldo gehad. Het staat nu negatief en is het mooi op. Ja, maar ik kwam heel vaak bij de supermarkt. Die aardige kassier, die gaf me altijd bier... En dat doet hij nu ook wel weer, want ik was altijd goed voor mijn geld. Hij gaat uitproberen. Er is geen bankrekening op deze aarde die te vertrouwen is. Nou, Perry, maar nu ga je wel heel erg diep hoor. Ga je daar Goldman Sachs bij halen en de Joden? Nee, ik heb het helemaal niet over Joden. Ik heb het over het feit dat je hier op aarde geen bankrekening kan hebben die betrouwbaar is. Allemaal dieven, rovers. Als je wil weten hoe het leven is, dan ga nog een keer kijken naar die film die heet Stalingrad. Een hele domme film met ook nog seks erin. Maar die seksscènes, dan moet je maar een beetje aan voorbij skippen. Kijk eens naar de rest. Dat is jouw bestaan hier. Je gaat eraan, jongen. You're gonna die, baby. En dan met een happy smile op je face, alsjeblieft. Als we ergens de pesthekel aan hebben. Voor zover er een we is... Dat is Elohim op zijn Hebreeuws. Dan zijn dat chagrijnige doden. Of mensen die spijt hebben. Mensen die vlak voor hun verjaardag overlijden. En dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Dat is geen schande voor de familie. Maar in principe overlijdt een mens na zijn verjaardag. Oh, nog 1 leuk feestje? Want dan vind ik het genoeg geweest.
dan zit je erg in de buurt van het eeuwige leven. In je dankbaarheid voor je bestaan. En hoe gaat dat dan verder? Oh, het herhaalt zich. Het slechte herhaalt zich in het feit dat het slecht is en dus niet goed. En je kan op allerlei manieren niet goed zijn. Je kan je kind mishandelen, verwaarlozen, je kan je partner lopen afzeiken ten overstaan van zijn collega's. Je kan een beetje lopen giechelen na 3 glazen rode wijn bij de vrijmiddagborrel en dan persoonlijk beledigend grove dingen uitspreken. En dan zit je s'avonds om 9 uur thuis met veel te veel rode wijn in je mik en dan denk je, ja, het was toch een gezellige avond, want ik heb ze allemaal de waarheid verteld. You go die, mofo. Ik hou mijn stem lager. Zo is het toch. We hebben het allemaal meegemaakt. Je hebt die mensen die zich heel bewust zijn van, ja, ik heb een lichaam en zo dadelijk en dan krijg ik vast een pijntje en dan wil ik wel dat jullie mij helpen, want ik heb jullie ook geholpen. Dat wordt hem niet. Echt niet. Ik heb God gezien. Ingezien. Niet echt gezien. Ingezien. En ik was niet eens naar hem op zoek. Want ik ben een christen en ik doe alleen aan de toenadering tot God via Christus. Een soort van filtertje in je chaotische gedachten. Je mag van alles denken, maar wel via Christus Jezus. De mythe, dan minimaal de mythe. Zo be je. Ik heb God gezien. Ingezien. Ik was niet naar hem op zoek. En toen ik hem in had gezien, wist ik ook gelijk in één keer, ik heb u niet gezocht. Toen ik hem inzag, was het net alsof Alex Jones, die man van van de Knights of Malta of zo is hij, met die website infowars.com, Prison Planet. Op zo'n verschrikkelijke naam voor een website. Hoe kom je erbij? Het had moeten heten Prison World. Dat Alex Jones, die gaat dan zo schreeuwen en dat hij dan vlak in je oor zit te schreeuwen. Zoiets was het. Alleen dat was niet Alex Jones. Het was iemand die tegen mij zei, wat loop je tegen me te zeiken, ouwe hoer? Homo. Denk jij dat ik medelijden heb met jouw lullige bestaan, wat je zelf zo lekker verpest hebt? Voor jou 10 anderen. En nu je bek houden. Dat zei hij. Ik ben nog nooit voor mijn leven zo bang geweest. Zoek God niet. Als je er per ongeluk op staat, zoals ik, dat is leuk en verbazingwekkend. Dat is geinig voor mensen met een goed brein, zoals ik, die tegen een stootje kunnen. Ik overleef het wel. Niet voor iedereen weggegeven. Ook niet voor mij, het was per ongeluk. Je kan ook zeggen, dat kwam door God, dat hij wilde, dat ik zag, dat ik inzag. Je kan hem niet zien, namelijk. Je kan God niet wegen. Net als het eeuwige leven bestaat God niet.
geen existere op zijn Latijn. Geen existens. Ik kan het inzien dat hij... Ja, hoe moet je dat zeggen? In de Bijbel staat het mooiste. Dat is correct taalgebruik. En er komt een nieuwe tijd aan. Dat kan ik jullie allemaal beloven. Het kan nog eventjes doorknarsen zijn. Dat sluit ik niet uit. Het gaat niet morgen gebeuren. Ik noem geen datum. Het gaat veranderen. Je voelt het. Vooral onder de jeugd. En wat je voelt, dat is het eeuwige leven. En daar participeer je aan. Je neemt deel aan het eeuwige leven. Je probeert het. Zoals ze bij de Olympische Spelen zeggen, meedoen is belangrijker dan winnen. Yo, ik heb een keer meegedaan en toen had ik de 1317e prijs. Dat vond ik wel weinig beloning. Nou, totdat achteraf blijkt dat jij de kleinste was die het grootste werd. Als er één ding is wat ik zeker weet, is dat ik de waarheid niet in pacht heb. Dat was angstaanjagend. Dat was precies wat ik hoorde. Ik mag jullie geen advies geven. Ik mag jullie aanzetten tot anarchie. Ik mag jullie aanzetten tot egalitarisme. Ik mag jullie aanzetten tot respect. Ook voor daklozen, klojo's, homo's. En ram een keer zo'n hele vervelende rolstoelbewoner. Doe iets vervelends. Dat mag allemaal. Voel jezelf vrij. Wij wonen in het huis van mijn vader. En die vader is dezelfde vader als van Christus Jezus. Dat is niet per se je allerbeste vriend in het materiële opzicht. Want daar maalt mijn vader niet om. Materialiteit interesseert hem niks. Hij wil weten of wij ons kunnen gedragen. En van krokodillen verwacht hij dat niet. Een krokodil moet hap, 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 hap. En een dolfijn, die moet eens weten hoe die dolfijnen gaan vissen. En die arme vissen. Dolfijnen die doen ook aan haaien pesten. Dat vinden ze leuk. En ze lusten helemaal geen haai. Gewoon, die haai, die zitten die vissen op te eten. En ze denken met z'n allen, ja hallo, die haai die eet onze vissen op. En die vissen zijn van ons. En dan gaan die dolfijnen omlaag en dan boem, 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 boem. Ze weten precies waar ze die haai moeten pakken. Hè? En die haai allemaal, oh, oh. En is die haai dood, dan maakt niemand wat uit. Die dolfijnen in ieder geval niet. Die denken, mooi zo. Eén concurrent minder. En dan met z'n allen lekker vis eten. Dat mag van de Heere God. En haaien moeten ook niet zeuren. Haaien moeten snappen dat als die vis van die dolfijnen is, dat ze niet moeten gaan happen in de vis van de dolfijnen. Dan gaan ze maar lekker grondhaai spelen of zo. Gaan we ergens anders naartoe. Van ons verlangt God wat anders. Iets veel diepers. Het eeuwige leven. Met minder neemt God geen genoegen. Yo, maar Piri, nou klink je wel heel erg
dat ik iets te doen heb. Maar daar word ik helemaal zenuwachtig van. Want je moet mij niet gaan zeggen dat ik iets moet doen. Want dan ga ik helemaal van over de... Oh. Homo, zou ik tegen jou willen zeggen. Denk eens na over de betekenis van het woord homo. Want je bent een kind van God. Je hebt naar zijn wil te gehoorzamen. En je kinderen te tuchtigen. Bijvoorbeeld. En oorlog voeren, dat hoeft niet meer. Dat is niet zo belangrijk. Gelukkig maar. Mozes heeft nog geprobeerd om als er een oorlog gevoerd wordt, dat we dan van de tegenstander, de kleine kinderen, voor zover het meisjes zijn, in leven te laten. Een soort recycling, zou je kunnen zeggen. Die kleine meisjes, die zijn waarschijnlijk nog onschuldig. Dus die mogen opgenomen worden in onze families. Wij gedragen ons, nee, we hebben geen seks met kleine kinderen, want je hebt geen seks buiten het huwelijk. Hele belangrijke. Dat levert de partij ellende op, jongen. In de empirie gesproken dan, hè? Seks buiten het huwelijk is een no. Ja, maar Piri, ik vind het wel lekker om af en toe... dan ga ik op mijn rug liggen en dan doe ik mijn knieën uit elkaar. En dan word ik gemasseerd aan de binnenkant en... Whatever. Geen seks buiten het huwelijk. Ja, maar Piri, al die huwelijken, zogenaamd volgens jou dan, die gaan toch gescheiden? Dus wat maakt het uit? Geen seks voor het huwelijk. Ja, maar op die manier vind ik het wel erg saai, hoor, dat eeuwige leven. Geen seks buiten het huwelijk. Je kan, ik heb er uitzendingen, ik heb er eentje klaarstaan over seks. Seks is zo veelvuldig. Ga je lekker dansen? Dat is ook een vorm van seks. Heb een goed gesprek. Dat is een vorm van seks. Kruip in die ander. Je mag in die ander kruipen. Heel goed naar die ander luisteren. En zwijgen. Dat die ander tegen jou zegt van, hallo, ben je er nog? En dat je tegen die ander zegt, ik ben wat je net zei aan het verteren. Ik eet je op. Dat is seks. Dat heb ik in die uitzending over seks mooi uitgelegd. Geen seks voor het huwelijk. Niet je piemeltje in een vrouwtje steken. Niet als vrouwtje achterover gaan liggen en denken van... Nou, ga me maar eventjes lekker masseren. Want wat doet het er allemaal toe? Ja, niet. Dansen, dat mag je. Een potje schaak spelen. Dat kan ook heel sexy zijn, hoor. Ik heb een pot schaak gespeeld met een jonge vrouw. Wie was dan? Ik 60 ben en zij was 20. Dus dat scheelt 40 jaar. Afgerond dan. Dat kan iets minder zijn. 35 jaar. Mooie vrouw, man. En ik begon over schaken. En dus zij zei, nou, ik weet de spelregels.
Ze zat daar met haar vriendin en ze hadden niet echt veel te bepraten. En dan maar een potje schaakspellen. Ik legde haar, zij wist de regels, dat was geen enkel probleem. En ik zei tegen haar, nu moet je gaan oppassen, want ik ga iets doen met mijn koningin. Hou mijn koningin in de gaten. Zo, die vriendin waar ze mee was, die keek ook naar het bord. Gingen ze samen overleggen. En dat mag, waarom niet? Het is een potje schaak. Ik zei, pas op voor mijn koningin. En zij deden, degene waarmee ik speelde, dat was degene die de baas was. En die deed een move en die was niet belachelijk. Dat was geen belachelijke move. Het was wel zo dat mijn koningin naar buiten kon komen. En toen was zij de bok. Had ze verloren, ja. En dan zei ik. Ik heb je nog gezegd, pas op voor mijn koningin. Toen liep ze naar buiten met haar vriendin. We hadden afscheid genomen. En ze kwam opnieuw naar binnen. Want op het terras daar hebben ze van die flesjes en daar staan rozen in. En ze had een roos gepakt uit een van die flesjes. Van ja, die rozen zijn morgen toch verwelkt. Jatten die handel. Toen kwam ze opnieuw naar binnen en dan kreeg ik een rode roos van haar. Ja, ik heb seks gehad met een meisje van 25. Ja, daar ben ik erg trots op. Ik heb die roos mee naar huis genomen. En die heb ik hier. Ik heb een altaar. Dat is om de bezoekers schrik aan te jagen. En ik heb die roos heb ik in het altaar gespijkerd. Die is heel mooi opgedroogd. Nog steeds net zo rood. Als dat, ja, bijna net zo rood als dat die was. En dat is de grens. Iedereen zegt dat hoor. Niet alleen de Bijbel, ook de schrijvers van daarna. Het is niet het enige. Ja? You know, you what? Daar schuilt het eeuwige leven. En waarom zouden mensen anders bereid zijn om blij te zijn dat de BTW van 19% naar 21% is verhoogd? Terwijl die begonnen was, toen ik met automatiseren begon, was dat 15% volgens mij. De belasting op de toegevoegde waarde. Waarom zou je BTW doen? Het idee alleen. Jij voegt als mens waarde toe. En dan is er een partij en die zegt... Dat gaan wij belasten. Als je ergens belasting over heft, dan verminder je de activiteit. Want je belast het. Ik praat er geen Vraans of zo. Hè? Zij belasten onze toegevoegde waarde. Oké, man. Nou weet je gelijk waarom je in Stalingrad zit. Want als jij wat gaat voorstellen en je voegt waarde toe,
dan ga je BTW betalen. Tegenwoordig 21%. Ik kan er niet om huilen hoor. Echt niet om huilen. Ik kan er alleen maar om grinniken. Want die lui die krijgen mijn vader achter zich aan. Dat kan ik je beloven. Het gaat niet goed aflopen. En wij moeten uit de buurt blijven. Daar zit het eeuwige leven. Dat je al die sterfelijke ziet. De mensen die het eeuwige leven niet hebben. Ja, dat is jammer. Van die mensen die zijn dakloos en die vragen om een euro bij de Albert Heijn. En je hebt mensen die willen per se dakloos zijn. Eeuwig leven is dat niet. Want je bent niet dakloos. Je woont in het huis van mijn vader. Je hebt niks te maken met een overheid. De overheid is de stupiditeit van tegenwoordig. En dat is niks nieuws, want er is met uitzondering van kleine elementen zijn er overheden geweest die zich gedroegen. Denk aan de tijd van het Confucianisme in China. Waarin Confucius regels had opgesteld van een koning mag een koning zijn en doet A, B, C, D, E. En doet hij dat goed, dan is hij een koning. Doet hij dat niet, is hij geen koning. Zo simpel als dat je gaat schaken, dan leer je in elk geval de Scandinavische verdediging, de Siciliaanse, de dragon, daar ben ik momenteel mee aan het oefenen. En dan de accelerated dragon, die vind ik erg tof. Dan ga ik vanavond nog iemand mee afmaken, denk ik. Als ik zwart heb. Dus één set achter sta. Ja, dat ga je doen als je wil beweren dat je iets weet van schaken. En zo ga je dat ook beweren als je iets weet van regeren of gouvernantie. Dat was heel erg leuk in die tijd van Confucius. Dat heeft 5 eeuwen stand gehouden. En toen kwamen die katholieken kwamen naar China. Die katholieken in China, die dachten gelijk van, willen jullie opium? Want opium was duur of zo in China. Dat kon je wel krijgen, maar dat kostte, ja. En die katholieken, dat is Babylon, die hadden een goedkope productiemethode. Namelijk dat je allerlei slaafjes aan het werk zet. En dan produceer je een bak opium, jongen. Dan hebben ze heel China vol gepompt met opium. Ja, leuk is dat. En toen was het Confucianisme echt voorbij. En dan de katholieke kerk van, oké, iedereen heeft ruzie met elkaar. Want allerlei mannen liggen in opiumkotten. En hier komt het communisme. Ja, dat is de wereld waarin we leven. Die is niet eeuwig. Ga er weg. Het is zo dadelijk allemaal voorbij. Al die handelaren gaan weg. Over. Straks. Straks. En wanneer dat is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het overgaat. Er zijn 2 manieren dat
het hele gebeuren hier op aarde overgaat. En ik leef eeuwig, by the way. Dus voor mij is er geen dood. Maar er zijn twee uitwegen. Of we maken er één grote klotenzooi van. Dan gaan we kernbommen gooien. Dat helpt denk ik ook niet echt. Er kan een dag komen dat God denkt van laat maar zitten. Ik heb mijn zoon gestuurd. God verdom mij. Dit was God die dat zei, hè? Ik heb geïnvesteerd in een mislukt project. Dus ik ben de e-hol. Dat kan. Het is een angstaanjagende gedachte dat God zo is dat hij niet al zijn eieren in één mandje heeft gelegd. Het kan, het is angstaanjagend. Dat betekent dat als wij er een puinhoop van maken, dat God denkt van ja, oké, you win some, you lose some. I don't want to live forever. Ace of spades. Van Motorhead. Het zou kunnen. Het is angstaanjagend. Je moet er tegen kunnen om naar Motorhead te luisteren en te begrijpen wat God zegt. Ja, maar Piggy, dus jij gaat vertellen dat Motorhead, dat zegt hetzelfde als wat in de Bijbel staat. Ja, klopt. Alleen grover, het is van Lemmy. Dat is een mens. Wel goed hoor, hele goede bandleider. Interviews met hem gezien, ik dacht van, oh man. Ik had jouw slaggitarist willen zijn. En die drummer helemaal wild. Als je je beseft dat je sterft, dan breek je het eeuwige leven. Dat is de grap van het nummer Ace of Spades van Motorhead. Doen, 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 doen. Helemaal wild gaan. I don't want to live forever. Ga eens luisteren naar die interviews met hem. Hoe serieus hij zijn optreden nam. Want Lemmy heeft opgetreden. En dat gaan jullie ook doen. Het maakt me niet uit hoe. Ja, maar ik kon geen zo'n hele dure basgitaar. Hoe heet die ook alweer? Ja, dat van het ene merk. En ik heb ook niet van die hele grote puisten op mijn linkerwang. Zodat ik er heel lelijk uitzie. Ik ben blondine en iedereen zegt tegen mij van... Oh, jij moet je aanmelden bij een modellenbureau. Dat is jouw probleem, schattenbouwt. Eeuwig leven... Daar neem je in deel. Of je was al dood. Als je dode mensen gaat vertellen van het eeuwige leven, dan worden ze helemaal wild. Laat ik dat ene woord niet gebruiken. Het begint met een zet en het eindigt op ombies. Ik ben eraan toe om met Jurk te gaan skypen. Ik heb nog een heel klein beetje bier. En daarna ga ik vers bier kopen.
Hey, reuze bedankt. Bedankt. Reuze belangrijk. Reuze belangrijk. Voor het luisteren. Als je dit einde gehoord hebt. Geloof mij. Dat ik op zijn hamburgers ga zeggen. Tjus. Een dag lieverds.